Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we, als het allemaal lukt, qua tijd in elk geval Contestia met dezelfde instellingen als de afgelopen tijd. Dus 8 tonen en 355 hertz. Als er voldoende tijd is, hebben we aan het eind ook een stuk data tegelijkertijd met Contestia in 8 PSK 1000. Net als gisteren, maar in tegenstelling tot gisteren nu met een centrale frequentie van 1750 hertz. Dus 8 PSK 1000, 1750 hertz aan het eind van de uitzending. Het is niet voor niets dat het brandmeestersysteem voor DMR ineens zo razend populair is. Er is al lange frustratie bij veel amateurs over de geslotenheid van het DMR-systeem DMR Plus uit Duitsland. Uit een artikel op ham-dmr.nl blijkt dat de ontwikkelgroep van dat systeem hun systeem ook nog steeds verder afschermt. Momenteel worden zelfs niet Duitse amateurs van kennis uitgesloten. Andere amateurs werpen zich vervolgens op om informatie te delen. Het gaat vaak zo bij initiatieven die door amateurs worden opgezet. In eerste instantie wordt het systeem heel open opgezet en door iedereen omarmd en iedereen profiteert ervan. En vervolgens gaan de ego's ermee aan de haal. Het gaat vaak zo, maar gelukkig niet altijd. De site radio.nl komt nog met een staaltje van waarschijnlijke geldverkwisting. Fake TV bestaat al sinds 2009, zo schrijft radio.nl. Afgelopen week kwam het bedrijf wederom in het nieuws. Fake TV zou iets nieuws zijn. Het moet inbrekers buiten de deur houden. Maar is het echt nodig om fake TV voor 30 tot 40 euro aan te schaffen? Wie geen geld wil betalen voor fake TV kan ook gewoon een tv-toestel aan laten staan. Aangezien het stroomverbruik van een moderne tv tegenwoordig zo laag is dat het niet uitmaakt. Volgens deskundigen is fake TV dan ook totaal overbodig. Het apparaat kost, net als een tv-toestel, ook stroom en het moet ook al worden aangeschaft. Fake TV is een apparaat dat het licht van een tv-toestel na moet bootsen, waardoor het lijkt alsof er iemand thuis is. Het apparaat maakt gebruik van felle leds. Daarmee wordt een kamer verlicht alsof er een echte televisie aanstaat wat inbrekers op een afstand moet houden. Op dit moment krijgen bewoners van 500 woningen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West een neptelevisie in huis om inbrekers af te schrikken. Amsterdam is volgens het stadsdeel de eerste gemeente die een proef met deze methode doet, omdat daar de afgelopen jaren de meeste inbraken plaatsvonden. De inzet van de apparaten maakt deel uit van het zogeheten Masterplan Woninginbraken, een samenwerking met bewoners, politie en woningcorporaties, aldus radio.nl. Ja, het was een beetje mager met het amateurnieuws, dus ik heb mij een beetje uit andere bronnen geput. Webwereld.nl schrijft bijvoorbeeld vandaag dat Mozilla afwil van de populaire client Thunderbird. De open source mailclient Mozilla Thunderbird lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. Na in 2012 de ontwikkeling op een lager pitje te hebben gezet, heeft Mitchell Baker, voorzitter van Mozilla, via een memo naar buiten gebracht Thunderbird te willen loslaten. De mailclient is al langer een blok aan het been van Mozilla, zo schrijft webwereld.nl. Ontwikkelaars die aan Thunderbird werken moeten zich focussen op de wijzigingen die in Firefox worden doorgevoerd en andersom, zo schrijft Baker in een memo. Het is moeilijk voor beide projecten om te focussen op waar zij echt goed in zijn. De focus ligt al wat langer op de webbrowser Firefox. Niet alleen wordt de browser ontwikkeld voor meer platformen dan Thunderbird, ook wordt er meer geld verdiend met de browser door samen te werken met Google en Yahoo. Mozilla heeft al eerder aangegeven de druk op Firefox wat op te voeren, nu Google's Chrome Firefox van de troon heeft gestoten. Thunderbird wordt eigenlijk niet meer actief ontwikkeld door Mozilla zelf. De community onderhoudt het mailprogramma en voert alleen nog maar veiligheidsupdates door. Het is nog niet duidelijk op welke manier de splitsing uiteindelijk plaats moet vinden, maar dat het gaat gebeuren is volgens webwereld.nl onvermijdelijk. Ja, en dan nog maar een artikel van Webwereld. Het internet der dingen, of in het Engels the internet of things, lijkt zo'n beetje de buzzword of the moment. Je zou denken dat bij zoiets belangrijks als het beveiligen van je huis, het apparaat waarmee je je huis beveiligt, potdicht zou zitten. Helaas heeft het Franse bedrijf met hun internet of things product RSI VideoFiat een paar gigantische steken laten vallen op het gebied van de beveiliging. Deze fouten kwamen aan het licht toen CyberGibbons het beveiligingssysteem onderzocht. Zo schrijft webwereld.nl dus. Een groot deel van de beveiligingsprotocollen zit zeer slecht in elkaar, waardoor het kinderspel is om nep-alarmen en nep-videofeeds te sturen, het alarm uit te schakelen, het systeem af te luisteren of zelfs het hele complete systeem met een simpele opdracht af te sluiten. Tot overmaat van ramp werkt de encryptie niet naar behoren. Bijna alle communicatie wordt onversleuteld verstuurd over het netwerk en authentificatieprocessen zijn gekoppeld en gebaseerd op het serienummer van het apparaat. Het lijkt erop dat ze geprobeerd hebben een standaard AES-algoritme toe te passen, maar dit is zo slecht gedaan dat ze net zo goed de boel in plain text hadden kunnen opslaan, concludeert CyberGibbons onderzoeker. Voordat de onderzoekers met deze bevindingen naar buiten kwamen, hebben ze eerst contract gezocht met de fabrikant. Deze gaf echter niet thuis, waarna na 6 weken werd besloten het rapport te publiceren.
Vorige week had ik het al over de korte historie sinds 2002 van de 60 meter amateurallocaties. Ik zeg met opzet allocaties. Zoals ik vorige keer vertelde, de amateurs in de VS kregen toegang tot deze band in de vorm van 5 kanalen waar alleen upper sideband toegestaan was. Nederland krijgt binnenkort een 60 meter band, dus ook inderdaad een band zoals andere banden waarin gewerkt mag worden. Er is nog een derde manier waarop deze band wordt toegewezen. Dat is in de vorm van blokkenfrequenties. Het Verenigd Koninkrijk had in eerste instantie net als de VS enkele kanalen voor alleen upper sideband. Sinds 2012 echter is dat uitgebreid met een aantal eilandjes in de ether met verschillende bandbreedtes. In totaal hebben de Engelsen 11 van deze blokjes tussen 5257 en 5405 kHz. Variërend in bandbreedte, de kleinste is 3 kHz en de grootste is 12,5 kHz groot. In deze blokjes zijn meerdere modulatiesoorten toegestaan. Deze bloktoewijzing komt overigens ook op 70 MHz in enkele landen voor. Landen met kanalen op 5 MHz zijn bijvoorbeeld Zweden, Zuid-Afrika, Ierland en Portugal. Landen met een bloktoewijzing zijn momenteel alleen Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Landen met net als wat Nederland op 5 MHz krijgt een band zijn bijvoorbeeld Noorwegen, Slowakije, Hongarije en IJsland. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.